een puzzel. Oh, je moet wegen. Serieus? Holy shit. Oh. Ja. Oh. 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 Het is inderdaad een pinballmachine. Wacht, wacht even. Oké. Okay. Oh, je kan hem ook links en rechts doen, hè, Kelvin? Die beweegt hem inderdaad een beetje. Yeah. Je kan hem ook naar voren en naar achter doen. Zo. Zo. Oh. Het is je gelukt, Kelvin. Je hebt de puzzel opgelost. Wat een coole puzzel. Nog een OP wapen. Het is een puzzel. Shooting an eye in the middle of a room. wat ik altijd afvraag. Ancient core. Volgens mij kan je op een gegeven moment dingen maken. Of, nou, wat Incorruptor wel heel mooi uitlegt is... dingen heel goed werken in 2D van bovenaf. Maar als je dat letterlijk in 3D gaat zetten, dan is het kut. Nou ja, weet je wel, hebben ze dit niet gedaan bij Ocarina of Time. Jawel. Want daar moet je alle vijanden individueel... Als je die keys in dit spel ziet, die keys. Ja, noem je ze die fucking bat. Die vleermuizen. En dan hier kan je ze gewoon makkelijk verslaan. Zonder dat je ze één voor één hoeft te... Oké. Bat, ja, het was Dracula. Oké, je hebt dat ding en dan... En dan moet je vuur. En dan moet je dat laten branden. Dan gaat hij omhoog. Oh, ik heb gewoon fire arrows. Die gaan we gewoon... Kelvin zit... Arank is het naast je. Dus... Kijk, nee maar... Kijk, je hebt daar vuur. Kun je je pijl niet gewoon insteken? Net als een Ocarina of Time. Ja, maar nu is dat te laat. Ja, maar nu kan je, als je een normale pijl pakt. Ja. En stik hem in het vuur. Ja. Wow. Wow, holy shit. En dan moet je dat op stasis zetten. Stasis. Ik weet ook een puzzel moet oplossen. Jezus. Doe het gewoon. Jezus. Hop. Sarang. Snel. Kut. Oh, nee, kut. Hij gaat nu... Ja, hij gaat er nu weer heen. Oké. Wat? Huh? Oh, je moet het timen. Dus hij moet eerst normaal gaan en op het laatste moment moet je erop gaan staan. Zodat hij meer een boost krijgt. Oh. Ja. En dan woei! Oh. Ja. Bijna, ja. Meer een boost. Zie je? Gaat hij. Maar ik moet deze even fixen. Wacht, die moet staan en dan komt die erop. En dan... Ja. Bijna. Net goed. Of net te laat. Zou dat het zijn? Ja. Fuck. Het is een timing. Ah, oh, net nu als ik het haal, ja. Dat fucking ding. Het is een timing puzzel. Het zijn wel serieus wel goede puzzels. Maar het is belachelijk dat je dus in Ocarina of Time heel vaak hebt dat je in een kamer binnenloopt. Ja. En een open oog moet schieten met je pijl en boog en dan that's it. Dat is de puzzel. Nou ja, dat is ook. Maar ja, dat is om in te komen, weet je wel. Dus ik. Ja. Maar het is ook helemaal geen goede puzzel natuurlijk. Nee, maar het legt wel uit, je kan dit doen, weet je wel. Ja, maar het is heel vaak, niet één keer. Het is meestal eigenlijk meerdere keren in een... How is it fun? is that super fun to people? Hashtag Zelda frustraties, als je dus zo'n ding van 100 rupees oppakt en je hebt al het maximale aantal. Oh ja. Of je zit er al bijna en denk je, fuck. Boom. Oh, je ziet ook wat er gebeurt. Ja, bam! Woo! Nice. Woo! Kelvin, wat vind jij van de film Hook met Robbie Williams? Oh shit. Wat? Met Robbie Williams? Robin Williams, sorry. Die is toch dood? Ik weet het niet, ik heb die film een keer voor de helft gezien, dus... Gast. Ik heb vroeger nooit het begin gezien. In het begin hoeft ook niet, want het begin is heel saai. Diamond? Okay. Our girl's best friend. Nou, ik heb eerlijk gezegd, ik vind het wel leuk. Het is gewoon... Cool. Toch? Ik heb geen idee eigenlijk wat ik erover moet zeggen. Ik heb hem nooit afgezien, dus... I can't stop this feeling. Deep inside. Deep inside my ass. Yes! Girl, you just don't realize. Link moet altijd wakker gemaakt worden. In Ocarina of Time wordt hij wakker gemaakt door Navi. In Skyward Sword wordt hij de vogel wakker gemaakt. In Wind Waker ook door zijn zusje. Ja. Hoe heerlijk is het dat je hier niet zo'n fucking ding hebt dat zegt... Hé! Hey, je moet daarheen! Of Jan! Ja, Jan. Jan. Dat versta ik net van Navi. Oh ja, je kan jezelf geen naam geven. Jan! Oh! Ik kon niet kiezen, ik kon mezelf niet Stinky noemen. Hé, hey, ik ga die killen. Die gast ga ik doodmaken. Een slek en zaklamp, of zoals ze het in het Engeland zeggen, een torch. Ja, in Amerika is het een flashlight en... Het is een rushroom! Ja. Ga je sneller door, het is een rushroom! Het is een Pokémon. Het is een Golbat! Rushroom klinkt inderdaad best wel als een Pokémon. Het klinkt als restroom. Wow. Kut. Eten. Paard eten. Energizing mushroom skewer.
ergens in de oceaan. Kissaba! Avonturenland. Oh. En daar staat Ovi erbij met zijn vriendjes in het zand. Het is wel grappig, die stalvos of skelet waar je net tegen vocht, dat is gewoon een dode versie van hem. Ja. Hoe die opviel. Onbehaalde versie. Wat is dit? Wat een guts. Ergens in je anus. Een soort lever. Mm. Ja. Mm. Lekkere leverworst. Lekker. Houden jullie van lever? Nee, ik hou wel van. Ik ben echt niet. Ik hou wel van kipsleverworst. Nee, Aranka is niet vegetarisch. Nee. Niet? Nee. Nee. Oh. Ze is vegetarisch. Oh. Ja. Maar een vegetariër. Dan zeg van, oké, dan eet je alleen maar groenten, weet je wel. Ja, en vegetariërs, zou ik alleen maar vis eten. Dan ben je anti-vegetariër. Dat gedaan van. Ant-vegetariër. Zo lang. Anti-vegetariër. Hebben we niet een beter woord daarvoor? Kut. Sterf nu. Zal er echt geen woord voor zijn? Nou ja, ik zocht het dus op internet hoe dat zoiets heet. En dan krijg je dus alleen maar reacties van... Ja, hey, ja. Wow, wat is dit? Wat is dat? Wacht even. Soldier shield. Maar, het is een lava sword. Maar dan kan je dus niks vinden en zeggen mensen... Je moet gewoon niet zeiken, je moet gewoon vis eten. Oh. Nee, maar in principe staat het... Oké. Ik ben een man met principes. Wacht. Okay. Voordat je hem pak. Ja? Hoe zal die heten? Hij heet... Lavaland. Lavaland. Nee, even serieus. Fusion... Super zwaard. Hey, zie je dat trouwens? En jij, Kevin, hoe denk je hoe die heet? Lichtje. Ik denk dat het de Sword of Flame is. Lava Sword. Oké, doe maar. Wie is nu? Oh. Great Flame Blade. Ja. Dan heb jij eigenlijk het meest gelijk. Dat was wel heel obvious. Kijk, ik zet. Check dit. Wham! No! Nee, dit is geen George Michael in de fik steek. Wake me up before you go. Kijk, een firefly. En die vangen? Ja. Okay. Je kan wel echt het gras in de fik steken. Ja, wow. Nee, dat heb ik wel gezien in die trailer. Bosbrand veroorzaakt. Hey, een paard. Wow. Ja. Kan een paard temmen? Een pier temmen. Wacht, ik weet een leuk liedje voor. Komt ie. Oké. Wat is dat? Hey Jan, met die paarden moet je Epona Song moet je spelen. Dan krijg je ik heb geen wat was Epona Song? ja. Komt die Zelda skills worden nu in de test en dan krijg je Nee toch? Nee, dat is Zelda. Nee, ook niet. Ik ben er even kwijt van. Maar... Ja, ik heb het spel nooit gespeeld. Toch weet ik die liedjes wel. Ook Ocarina of Time gespeeld? Ja, een beetje. Die is even goed gereviewd als dit spel. Een 10? Of 9? Ja. Maar oké, laten we het daarvoor hebben. Wat vinden jullie van iets een 10 geven? Dit spel nee, kom hier, stond paard. Pro Jared gaf dit spel een 10. Wat leuk voor Pro Jared. Ja, maar het is heel lastig. Hoppa! Ze hebben één oog. Ja, maar... Het is makkelijker om iets een 10 te geven dan een 9.7. Mm. Want dan, weet je, dat is... Nee, ik vind van niet. Kijk. Ja, maar... ze zien je. Ja, ik denk dat je iets moet hebben om ze te kunnen... Ja. Ik kan ze niet killen. Eten of zo, heb je een appel? Ja, misschien wel, ja. Hey, misschien... Oh, dat is best een goed idee. Misschien moet je ze een appel geven. Oh, okay. Ja, dacht ik ook. Fuck, er met 3. Oh, kut. Oh. Jezus, er komt even de Skeleton Brothers komen even naar je toe. Ja. Denk je dat die skeleton in het midden een Hanzo-main is? Ja. Een Hanzo. Kijk, het hoofd. Nou, die heeft geen hoofd meer. Oh. Holy shit, hij maakt zichzelf gewoon cool, weer. Cool, wat cool. Dit is gaaf. Is het Jack Skellington of zo? Kelvin, apprecieer jij dit niet dan? Ja, het is cool. Oh, hij heeft gewoon geen hoofd. Chillen. Weet je wat mij dus echt heel erg hilarisch lijkt? Dat als je bij deze zijn hoofd eraf haalt, dat hij dan even goed door blijft schieten met zijn pijl en boog, maar dat hij telkens misschiet. Gewoon. Dat telkens precies nee, de verkeerde kant. Hij gaat weer even. Yeah. Is dat niet hilarisch? Dat is hilarisch. Hilarisch. Maar, I thought it was Dracula! Waar is hij die fucking paarden heen gegaan? Oké, wacht. Ik ga nu een appel daar. Pakken. Kijk, pak die je moet gewoon om je heen kijken. Pak die blauwe. Pak die blauwe. Je kan dus... Pak die blauwe, ga kouwen. Waar zijn appels? Daar, appels. Nee, dat is geen appel. Nee. Ik heb geen appels meer. Nee. Ze zijn op. Hmm. Geef ze iets anders. Geef ze vis. Geef ze paardenvlees. Geef ze een IKEA balletje. Oké, voordat je dit gaat doen, tot de volgende keer, mensen. Wacht, je hebt geen appels. Hartstikke leuk, hè? Nee, en doei. Dag. Wow. I can't stop this feeling. Woo-hoo. Woo-hoo.